Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat meer meekijkt. Mijn naam is Nick en wij spelen wederom The Legend of Zelda Ocarina of Time. De vorige keer ben ik hier ingegaan in de Dodongo's Cavern en heb ik daar King Dodongo verslagen. En uiteindelijk ook de Goron Ruby in ontvangst mogen nemen. De Ronnie had gezegd dat wij naar de top van Death Mountain moesten gaan. Maar voordat ik daarheen ga, heb ik hier op het pad zelf en in Goron City nog wat extra's te zoeken. Want... we hebben hier... met de bom heb ik nu de mogelijkheid om wel wat extra geheimen te verkrijgen. Zoals je al hoorde, zit hier een Golden Skulltula achter. En vreemd genoeg hoeft het niet duister te zijn of in donker een nacht te zijn voor deze Golden Skulltula te komen. Ik weet niet of dat een glitch is of zo in programmering. Maar ja, die zit gewoon daar achter de muur. Een opblaasbare muur. En natuurlijk hebben we ook nog wat andere dingen te doen. Volgens mij de volgende zit in... oh ja. Hier zit nog een... au, au, au. Nee! Dat is gevaarlijk! Hey. Oké, moet ik weer terug uitgaan. Als ik het goed heb... oh, ik blijf... nee, 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 aan deze kant. Jij mag daarheen gaan, ja. Als ik het goed heb, zit hier een schatkist in, maar in die schatkist zit rupees. Tenminste, er is, ja, er staat niks. Niks op in mijn notities dat daar ook een prijs in zit. En ik kan me ook niet echt herinneren. Dus volgens mij zit daar gewoon rupees in en dan... wat ik... dus aangezien ik nou 200 roepies al in mijn zak heb zitten, ga ik dus nog niet nog een keer. Volgens mij kan ik mij een... ach ja. Kan ook nog later. Oh. Ik moet deze hebben. Laat ik ze hiermee opblazen. Ik had ook via deze touwen kunnen lopen en een bom kunnen besparen, maar... wat, Navi? Ja, daar gaan we zo heen. Hier rechtdoor gaan is volgens mij niet de meest... een van deze twee naar de zijkanten, daar zit het in. Nou ben ik even aan het bedenken welke moest ik ook alweer opblazen, want ik heb niet oneindig bommen. En ik heb het idee dat ik de verkeerde kant op ga, of niet? Nou, misschien toch niet. Daar zit... kan ik niet verder als ik die opblaas. Eigenlijk het beste is om eventjes goed te kijken, vooral te proberen achter te kijken of daar nog een doorgang is en wat voor doorgang. En volgens mij is dit de laatste die ik op moet blazen. En of je dan ook verder kunt. Ja, deze moet ik hebben. 50 roepies. Ik dacht dat daar bommen in zaten.
niet dus. Dat was waardeloos. Maar ik kwam eigenlijk voor dit hier. Golden Skulltula, nummer 15. En dan heb ik dat ook wel hier gehad. En wat is mijn... Oeh, juist ja. Iets wat we al eerder zagen. Hem daar. Een Goron die het erg leuk vindt om hier rond te rollen. Wat je moet doen is hem stoppen met een bom. Tot stilstand brengen. Maar niet zomaar. Je moet wel ervoor zorgen dat... Ah, crap. Oh, toch nog. I'll give you this in honor of your courage. De Big Bomb Bag. Nu kan ik dus in plaats van 20, 30 bommen dragen. Ik had gedacht dat ik hier nog net iets te vroeg was. Maar het doel is dus dat je hem hier in dit donkerste gedeelte... hem tot stilstand brengt. Want dan geeft hij jou die bomcapaciteit op upgrade. Als je dat hier had gedaan, dan deed hij dat niet. Waarschijnlijk omdat hij, hoe moet ik het zeggen, een klein beetje nerveus is of zo. Of, ik weet niet. Misschien is er iets aan de hand waarom dat hij het dan niet doet. Maar goed, nu heb ik dus ook die... Oh, wacht, ik heb al 16. Dat was niet 15, ja, 16. 16 golden skulltjes laatst. Met dit heb ik nu alles. Dus nu is het daadwerkelijk tijd om naar de top van de berg te gaan. En hopelijk dat ik dan ook heel huids bereik. En niet dat weer een... Oh, dit vind ik zo gaaf. Je kan Kakariko Village daaronder daadwerkelijk zien. Als je daar de berg afkijkt. Van daar is het. En welk huis was er ook alweer? Oh, dat is het huis met... Ja, dat is Impa's huis dat helemaal aan het einde is. Met die twee opgelichte ramen. En dan is daar een... In dat huis. Dat is het spiderhuis. Dat is het waar de vervloekte mensen zitten. In dat onderste gedeelte. Daar brandt een lamp. Ha. Of niet. Geinig. Gaat ook de lamp uit. Dus waarschijnlijk is het nu laat genoeg dat ze allemaal naar bed gaan. Dus het zal wel 9 uur voorbij zijn dan. Dus Dampé is er dan ook weer niet. Ah, dit vind ik zo prachtig. Dit soort dingen. Volgens mij had je dit op de Nintendo 64 niet. Of het heeft te maken met... Of... Nee. Volgens mij niet. Ja, misschien dat het wel is, maar... Is me dat dan nooit opgevallen. Maar het is wel erg gaaf dat je toch nog, ondanks... Dat je eigenlijk een compleet ander gebied is. En Kakariko Village dus eigenlijk volledig... Gelukkig dat dit niet Breath of the Wild is. Want anders was die bom naar onder gerold. Hier moet je wachten totdat hij bijna gaat. Dus moet je wat langer vasthouden. Want je moet hem op een gegeven moment gooien. Als je hem te vroeg gooit, dan valt hij hier omlaag en dan blaast hij echt niks op. Dus je moet hem altijd eerst eventjes vasthouden. En de camera maakt het er niet echt makkelijk op. Dat kan ik je zeggen. Ik hoor hier een koe. En dat komt omdat hier een koe staat. En nee, ik heb even geen noodzaak om... Waarschijnlijk komt daar een fairy uit. Heb ik die nodig? Nee. Maar als ik hier Epona's song zou spelen, zou die koe mij dus een wat melk kunnen geven.
Ik heb geld ook niet nodig. Nou. Dan is het nu voortzetten naar de top van de berg. En hier begint het levensgevaarlijk te worden. Kijk goed naar de schaduw onder je. Auw. Als dit uitbarst, is het beter om... Auw. Volgens mij kan ik beter gewoon wachten totdat de uitbarsting helemaal voorbij is. Damn, Link heeft een sterke rug. Of dat schild is ontzettend sterk. Want al die rotsen die zo bovenop hem vallen. Dat is niet niks. Oh, hier heb je weer een wand met die wol skulltula's. Skullwoltula's bedoel ik. Be careful, not too touch. Wel. Daarom hebben we een katapult. Alleen het ding is dat je zo af en toe even naar onder moet. Om de volgende eraf te schieten. En kan ik dan ook die nog raken? Ah, dit wordt lastig. Misschien dat ik... Ah, Roepie had ik toch niet nodig. Maar aan de andere kant, Roepie... Ik moet weer eens iets vinden waar ik al, al dat geld aan kan besteden. Misschien moet ik eens gaan gokken. Kijken of ik dat piece of heart kan winnen. Hallo. Met jou moet ik nog niet praten. Maar wat ik wel moet doen... is... deze rots opblazen. Oh, voordat ik dit doe. Als je de zwaarknop ingedrukt houdt. Dan houdt Link zijn zwaard zo uit. En kun je een spinaanval doen. Dit is een iets wat sterkere aanval. Alleen, dit is nog niet alles. We gaan die nu namelijk upgraden. Wat was het ook alweer? XAE. Links boven rechts, links boven rechts. Als je in... Dit is wat in dit spel de Great Fairy is. Welkom Link. I am the Great Fairy of Power. En wederom. Dat dit door de censuur heen komt. Door de censuur van leeftijdsratings heen komt. Want volgens mij is dit voor 12 jaar... Vanaf 12 jaar of zo. Of in ieder geval als we hebben een tiener rating proberen te halen. Dat ze het aan tieners mogen verkopen. Maar. Wauw! De jaren 90 waren. Waren ze aan het trippen. Dat ze dit zo verzonnen, joh. Woehoehoe. Iemand moet heel wat gesnoven hebben. Of eigenlijk een gebrek aan gesnoven hebben. Want, I'm going to grant you a sword technique. Receive it now. En, eigenlijk techniek hebben we al. Het is nu die techniek wordt geüpgrade, zoals ik al zei. Maar het belangrijkste is wat je daar onder mijn hartjes ziet. You mastered the secret sword technique of the grip of the spin attack. Hold B to charge a weapon, release B to unleash a wave of energy with your spin. Zoals ik al zei, deze
techniek hadden we al. If you want to release energy without charging your weapon, just rotate once and press B for an effective quick spin. When you charge power for a spin attack, magic power will be consumed. Pay attention to your green magic meter. En dit is het belangrijkste. De magie meter hadden wij nog niet. En hey boy, you're a messenger of the royal family, aren't you? You should visit my friends who live across the land. They'll surely grant you other powers. Head to the path leading to Hyrule Castle. One of my friends awaits you there, at a dead end in the road. Oh, dat is interessant. When battle has made you weary, please come back to see me. Wow. Oké, om nu eventjes te laten zien. Nu als ik die spin aanval. Zoals je ziet waren er twee kleuren. Dit is een volledig opgeladen aanval. Ja, die hele energie raakt alles. Dat is niet voor de show of zo. Nee, dat doet ook daadwerkelijk schade. Als je blauw hebt, is je een stuk kleiner. En wat de Great Fairy zojuist zei, als je ronddraait, en dit vind ik een wat moeilijkere ding te doen op de 3DS, is dat, doe je een quick spin. Deze is net zo sterk, erg krachtig en heel erg handig voor als je omringd wordt door eigen kleine vijanden. Jammer genoeg, de 3DS'en staan niet zo makkelijk in om dat uit te voeren. De Nintendo 64 is veel gemakkelijker was dat. En waarschijnlijk met de poekjes voor de Nintendo Switch Pro Controller is het ook veel makkelijker om te doen. Ja, met jou ga ik nog eventjes niet praten. Want nu... Oh boy. Als je nog steeds het Deku-schild op je rug hebt, is het mijn advies om die nu af te doen. Want als we hierin gaan... Dit is de Death Mountain Crater. Link, it's so hot in here. We can't stay here for long. Yep, je hebt een timer. Je hebt 1 minuut. You destroyed the gold skulltla. You got a token proving you destroyed it. Je hebt 1 minuut om in veiligheid te komen. Volgens mij kan ik daarheen. En er zijn een aantal dingen die ik moet doen. Hier binnen ben je veilig. Hierbij krijg je, ja, laat me raden. Daar zitten weer roepies in. Hij komt toch niet terug. Bommen! Oh, beter, beter. Oeh. Oké, nou heb ik dus nog 1 ding. Volgende is dat wij voor een stuk hard gaan. Gelukkig, als ik hier uitkom, herstelt de timer zich. En als ik het goed heb, moet ik hier ergens omlaag klimmen en niet al te hard omlaag gaan. Want anders spring je eraf. Want je wil wel dat je nog gewoon hier aan blijft hangen. En het nare is dat je niet van boven kan komen. Want dan val je eraf. Kom. Oh, kan ik nog het gat terughalen voordat
de tijd voorbij gaat. Oeh, je ziet daar de zon. Is dat de zon of de maan die je daarboven zag? Oeh. Als de tijd namelijk voorbij gaat, dus de timer leeg raakt, dan betekent het dat je eigenlijk volledig... dan zie je ook Link in vuur en vlam schieten. En het is een instant game over. Het maakt niet uit hoeveel harpjes je nog hebt. Nee, het is een instant game over. Is het een... Of is het niet een game over, maar je wordt... Ja, misschien dat het geen game over is, maar je wordt dan wel in ieder geval terug naar de laatste plek gebracht van waar je eerst was. Dit is gevaarlijk. Waarom ben ik hier? Om deze gast. Ja! Oh, ik had eigenlijk gewoon naar buiten moeten gaan. Nu ben ik het echt gevaarlijk aan het spelen. Zal ik? Nee. Ik ga het nog gevaarlijker maken. Kijken of ik op tijd naar buiten kan komen. Oh ja, ik kan wel op tijd naar buiten komen. Nu is het... Ik maakte me zorgen om niets. En hiermee... Eens even zien... Waar is de vijand? Ik hoorde iets. Oh, dat zijn die gasten die hier aanhangen. Ja, volgens mij zijn dat... Is dat het? Ja. Oké, dan is het nu tijd om weer naar onder te gaan. Om van de berg af terug naar Kakariko te gaan. Ik kan hier naar onder lopen. Teruglopen, het pad afgaan. Zoals ik ook hier naar boven ben gekomen. Maar eigenlijk is het eenvoudiger om Kipora Kibora aan te spreken. Woehoe, well, it looks like you've grown up a little from the Great Fairy's power. But you still don't really look like the hero who will save Hyrule. At least, not yet. If you are going back down the mountain, I can lend you a wing. Come here and grab my talents. And hold on tight. Woehoe! Yep, deze keer geeft Kipora Kibora jou een lift terug de berg af. En deze lift wil je ook wel in ieder geval nemen. Ja, een extra rondje gemaakt. En nu ben je dus weer beneden op de berg. Maar je staat hier bovenop Impa's huis. En zoals we nog herinnerden uit de vorige video, zat er in Impa's huis een koe met in achter de tralies met een piece of heart. Omdat wij Kibora Kibora een lift hebben gekregen, staan wij boven op het dak. En daarmee kunnen wij, als we voorzichtig genoeg zijn, hier naar beneden gaan. We zijn als kind zijnde... Kan je hier niet opklimmen. Zeker niet in de 3DS versie. Volwassen Link? Misschien? Maar die moet anders een speciale tool gebruiken om ook van dak naar dak te gaan. Nintendo 64 versie kan misschien net iets anders zijn. Maar zo komen wij dus aan dit piece of heart. En dat zal dan... Oh, dat is nummer 11 als het goed is. Dat is niet nummer 11.
Dat is wel nummer 11, want ik tel verkeerd. Ik heb er 12 nodig om een compleet hartje te krijgen. En dit zijn er 3. Juist ja. Nick, even erbij blijven, kerel. En eens even zien. Eigenlijk, ik weet, voorgaande afleveringen waren best lang. En dat kwam waarschijnlijk ook omdat ik veel te veel gepland had voor deze afleveringen. Ik heb volgens mij nog niet... Nee, ik heb nog maar 17 golden skulls laatst. Dat is nog niet genoeg. Voor nog een prijs. Maar in ieder geval... Denk ik dat ik het hierbij laat. Voor deze video. Het is een wat kortere video, maar aan de ene kant... Dat mag ook wel eens een keer. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En de volgende keer zie je op de kaart dat ons volgende doel Zora's Domein is. Maar de Great Fairy had ons nog gezegd dat in Hyrule Castle ook nog iets te halen valt. Dus de volgende keer gaan we eerst terug naar Hyrule Castle. Want daar hebben we een aantal dingen te verdienen. En daarna is het dan tijd om door te gaan naar de Zora's. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie de volgende keer terug te zien. Laat een like achter als jullie deze video leuk vonden. Laat een dislike achter als jullie het niet zo leuk vonden. Enige feedback of commentaar of wat je ook maar wil geven, wordt ook altijd zeer gewaardeerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!